Ja, zo gaat het goed. Ja, nog een beetje naar links. Ja, links. Naar rechts. Ja, rustig. Rustig, Piet. Ja. Komt goed. Ja, ik heb hem. Heel goed. We zijn weer geland. Oeh, Sinterklaas. Wow. Ja, kun je nu even de stoomboottransformatieknop indrukken, Piet? Ja, daar komt hij, Sinterklaas. 1, 2, 3. Zo, Sinterklaas. Zo, het is weer fijn om weer terug te zijn. Heel fijn, ja. Ons ruimteschip ziet er weer uit als een stoomboot. Ja, het is allemaal weer voor elkaar, Sinterklaas. Ja, stel je eens voor dat al die kinderen en ouders zouden weten dat we aliens zijn. Ze zouden ons gelijk wegsturen. Ja, dat zou niet best zijn, Sinterklaas, als we dat zouden weten. Ja, dat zou niet best zijn, inderdaad. Zeg, Piet, kan je even de sminkset eventjes pakken? Want ik moet me eventjes blank sminken, natuurlijk. En jullie moeten ook alle kleuren van de regenboog krijgen, natuurlijk. Dus zou je het even kunnen pakken? Dan kunnen we dat ook gelijk even regelen. En dan kunnen we even Ja, Sinterklaas, ik weet toch wel hoe dat gaat. We komen toch elk jaar hier op deze aarde. Dus dat komt helemaal goed. Ik zorg ervoor dat alle Pieten weer gesminkt worden. En moet ik u sminken of gaat u zichzelf sminken? Nee, ik ga mezelf dit jaar lekker sminken. Dus dat komt helemaal goed, joh. Sigens komt de UFO uit de ruimte weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas met een ruimtepakje aan. Hoe huppelt zijn paardje, die eigenlijk een alien is? Ze denken allemaal dat ik een mens ben, maar ze hebben het mis. Oh, dat is een leuk liedje, Sinterklaas. Ja, konden ze dat maar zingen, hè? Ja, dat u een alien was. Ja, dat wij allemaal aliens waren, maar dat weten ze helemaal niet. Daar hebben we ze net al over gehad. Geef me nou die smik, maar dan kunnen we aan de slag, hè? Sinterklaas, zouden we niet gewoon een paar kinderen mee kunnen nemen naar onze planeet? Ja, maar... Je bedoelt kinderen ontvoeren? Ja, nou zo wil ik het niet gelijk noemen, maar dat doen aliens toch? Je hoort heel vaak dat aliens mensen gaan ontvoeren en dan brengen ze die wel weer terug en zo. Piet, dat zijn kwaadaardige aliens en dat zijn wij toch niet? Wij zijn toch lieve aliens? Ja, nee, maar wij zijn lieve aliens en zo, maar die kwaadaardige aliens die brengen ze ook allemaal weer terug. Dus zo kwaadaardig zijn ze dus helemaal niet, die aliens. Nee, daar zeg je wel wat. Misschien is het wel een goed plan voor dit jaar om gewoon een paar kinderen te ontvoeren en gewoon mee te nemen, maar dan gaan we ze wel weer terugbrengen. Ja, dat bedoel ik, Sinterklaas. En dan gaan we het jaar erop gaan we ze weer gewoon terug. En dan is dan toch verder niks aan de hand. Je zit natuurlijk wel met de ouders. Die zijn natuurlijk wel ongerust. Hè? En de politie. Ja. En ze weten niet waar die kinderen zijn gebleven. Hè? Dat krijg je wel de toestanden van. En, als ze dat dan relateren aan Sinterklaas. Ja, dan hebben we wel een groot probleem, Piet. Ja, maar dan zijn ze toch extra blij als ze weer terugkomen. Dan komt Sinterklaas. Ja. Die heeft al die kinderen gered. En die brengt al die kinderen terug. Dus dan denken ze dat Sinterklaas de grote redder is. Ja. Dit is echt, je bent geniaal, Piet. Dit gaan we gewoon doen. We gaan lekker een aantal kinderen ontvoeren. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Dat gaan we doen. Ik ga het gelijk alle Pieten vertellen van ons nieuwe plannetje. Yeah!